Chad, nou, hij is geboren in Zimbabwe en heeft Zuid-Afrikaanse harte kom steel in Afrikaans en Sotho en rap en kwaito en sokkie en pop en hij is cooler. Squish kombuis, obviously. Wow. And I can actually die naam sê, nie soos ek nie. En sy naam is Snotkop. Yeah. Yes, high five is... Ja, twee, op een slag. Guys, hierdie guy is cool. So cool. Hoorie, maar nou natuurlijk met so'n veelzijdige loopbaan en so'n baie dinge al achter jou, moet ons eerst een bietjie rewind. Je weet, take it in back. Vertel vir ons van lewe in Zim en hoe kom het jy Suid-Afrika toe getrek? Man, weet jy, dit was eindelijk per ongeluk dat ek gebore was in Zim. My ma, ons is Suid-Afrikaans. Okay. Toe is my ma verwachtend. Toe moes my pa in Zim gaan werk het. Toe gaan sy saam. En toe pop sy, en toe kom ons terug. So, ons het nie eindelijk daar geblei nie. Dit was net by chance. Dit was op soos, Snotkop, ons verwag vir Snotkop. Kom ons gaan Zim toe, geblad om daar geboren. Ja. En dan kom ons om terug, bring ons om Suid-Afrika. Ja, ek was bietjie vroeg gebore, so dit was onverwachts geweest. En toe was ek letterlijk daar zeker vir 'n maand. Terwyl my pa nog gewerk het by een of ander plek, en toe kom ons terug. Oh my word. So ek is murg en been 'n Suid-Afrikaner. Ek het net, dat was net bietjie van 'n crossed wire ding wat gebeur het. Maar dit is lekker, is 'n cool story daar, is 'n cool, cool story. So hoe is Snotkop gebore? Gaan ons... Soos muziek gewijs. Ja. Dankie, toch. Nee, ek dacht, is een biologie program. Nee. Muziek gewijs, wel, wat gebeur het is, ek het eerst drama geswat. Oh, wow. Ja. Cool. By Pretoria Technikon. Oh, lekker. Ja, beste plek in die wereld. En toe het ek baie theater gedoen. Ek het Semenderlaan gedoen. Ek het Generations gedoen. Ek het flairdance gedoen wat weet, op skole voorgeskryf is. Van Barry Hoog, wat een baie nice story is. Ja. En vandaar af het ek demos gemaakt, maar in kwaito muziek. Okay. En toe het ek een groot deal gekry en my eerste kwaito album vrygestel. En dit gedoen van 5 jaar en toe het ek half uitgebrand, want het was heavy geweest. Mm. En toe het ek 1 jaar afgevat en in dat jaar het ek besef en besluit dat ek in Afrikaans met die jeug wil chat oor hoe ons voel, wat ons wil sê, dat ons bykans vuist in die lucht kan sit en opstaan vir onszelf en laat mense nie ons in bokse indruk. Nee, stem vir het, ja. Maar nou, soos jy sê, soos begin in kwaito en toe in Afrikaanse beweging het, toe is een hele klomp genres achter jou. Hoe sou jy jou sound beskryf? My sound is een mengsel van, ek is mal oor dans muziek, ek is mal oor dans, ek like deep basslines, ek like funky beats, maar ek hou ook van sokkie muziek. Yeah. So jy sal sien, byvoorbeeld in my nuwe song Raak My Rustig, dis 'n kombinasie van langarm, bietjie concertina, bietjie kitaar, maar dan het jy hip-hop, breakbeat wat onder het speel. So ek hou daarvan om te experimenteer met sekere goeders, maar die belangrikste is om 'n glimlag op mense se gesig te sit, dat mense kan jam, vergeet van hulle probleme, vergeet van die eksamen wat hulle gedop het en al daai stuff. Oh, wow, dit klink baie inspirerend. So wat inspireer jou om te skryf? Alledaagse goeders. Ek sal byvoorbeeld sit by 'n braai in die Vrystaat saam met chommies en iemand sal sê, kom ons cheers op die lewe en dan val Dirkie op sy rug, want hy het veel tequila gedrink en dan sal iemand skree HKGK en dan gaan ek, wow, ek moet 'n song skryf. Oh wow, dit is amazing. Maar soos jy sê, so baie al beweeg en verskillende goeders wat jou inspireer. Jy het 7 albums al uit. Ja. Wat se een? Is daar een wat jou die naaste lê aan jou hart? Weet jy, dit is moeilik om te sê, dit is om 'n pa te vra wat se kind is sy favorite song. Ja, dit is 'n bietjie moeilik. Maar ek moet sê, daar's 'n liedjie wat vir my die belangrikste is en dit is Song for My Dad. Ja, want dit is een baie persoonlike liedjie. En ek het mense wat nou obviously my muziek ken, weet ek skryf nie te veel ballads nie. Dit is een ballad en het is iets wat uit my hart uitkom en ek het het specifiek vir my dad geskryf. Dit is beautiful. Ek denk my nichtje het al in op pod first dad daughter dance ook gemaakt op jou liedje. Oh, wow. Just letting you know, so my family is obviously a fan. Ja. Is dit ons soos een favorite plek waar jy al opgetree het, een favorite gig wat jy het? Jo, weet jy, elke liewe keer as ek op 'n verhoog klim, is dit my favorite plek om te wees. So dit is moeilik om te sê. En jy weet, ek wil ook die harte breek, want ek kom in 'n dorp aan en dan die tannies vir ons pampoenkoekies gebak en weet, daar's 'n lasagne en 'n slaai en weet, die plek is mooi gemaakt met tafeldoekies en stuff. So, almal doen moeite om het so spesiaal as moontlik te maak. So, mense dink ook, jy weet, hoe groter die show, hoe beter. Nee,
Voor mij, hoe kleiner die show, beter. Want dan kan je meer interacten met die mensen. En je kan zien hoe ze smile en hulle sing saam. Op die grote stages is net lucht, dus so je ziet niks. Nie. Ja. Je is half. Maar dat is nog steeds lekker, maar... Je hebt danspartijtje. Exactly. Als het klein is, zie je allemaal dansen om je. Ja, ja, ja. Dan is het een lekker Joel. Of course. Yes! Hoor je, mijn hoog al gek wat doen zo goed. Heb je verwacht dat het zo goed gaan doen? Nee, glad niet. Het is moeilijk om te zeggen, want als je een album opneemt, kan je glad niet. Wel, ik kan glad niet judge. Weet, gaan het platinum gaan of gaan mensen het appreciate of gaan mensen lekker dansen daarop niet. Je krijgt een soort van een gevoel dat je weet het, je hebt een cool song geschreven, maar dat is unpredictable. Mm. En so ek is rechtig waar verbaasd en zo dankbaar dat mensen het zo geniet en die album met platinum gegaan en dat je video's krijgt, like miljoenen views. Ik moet nog steeds mezelf knijpen om te gaan, like wow, dat is waarvan ik gedroomd heb. So. Ah, jelle, wat een lekker chat is hier in die zover nu hoor. Ik kan hier op mijn verhaal niet, maar van oor tot oor. Snot komt zo lekker om jullie te gesels en zo blij, want hij gaat nog nergens, Jenny. Voor nu jylle, kan jullie alweer zo met ons chat. Jullie kan al jullie vrouwen Snotkop sturen bij Facebook, Instagram en op Twitter. Gebruik net die hashtag chat nou. En dan voor ons het film direct live weer op jullie show. Maar obviously, het ook muziekvideo's gekies en ons gaan even jou geskenk gee. Want die is een van die video's. Dit is my Josie. Enjoy! You.
musiekvideo's en lekker mensen in die studio vandaag. Oh, on fire. Ons is on fire, guys. Maar natuurlijk kon jullie vrouw stuur vir Snotkop. En jullie kan ander vrouw stuur met om chat. Gebruik net die hashtag chat nou. Op Instagram, Facebook en op Twitter. En ons het vir jou een vraag gekry. Awesome. Die mensen wil weet. Hoi daar, ek is Snotkop se biggest fan. Wow. Ek is mal oor hom en ek wil graag jy met ons Londen toe kom. XOXO Karika. So Snotkop, wanneer gaan jy weer ons Londen? In hierdie jaar nog. Ek dink die beste is as mense gaan check op my website. Yes. Is daar 'n hele lyst van waar ek oral daar optree. So gaan ek koeloer daar en sien. Ek probeer by elke dorp uitkom. Natuurlik, ek wil al die fans daar buite sien en die jol oral vat. So ja, binnenkort. We gaan check by snotkop.co.za en dan kan je check waar ek oral op. Jo, so gaan kyk daar. So as jy nie net in ons Londen bly, kan je letterlijk enig iemand kan nou weet waar hy volgende optree ja. Om sy fanship en sy jol saam vol te maak. Maar tot dan, Snotkop gaan nergens nie. Ek gaan nergens nie. Chat nou gaan maybe bietjie nergens, maar ons kom weer terug. So ons sien julle net hierna.